De weergoden houden woord. Na een paar uur koers valt de hagel met bakken uit de hemel. Maar het houdt de renners niet tegen om aan een verschroeiend tempo te beginnen. In het eerste wedstrijduur is de gemiddelde snelheid net geen 50 km per uur, ook al is de hagel intussen vervangen door sneeuw. Op de Oude Quaremond gaat het tempo de hoogte in. Leif Hoster rijdt helemaal vooraan met een verbeterd blik. Tom Boonen zit niet veel verder. Het peloton raakt dan al helemaal versnipperd. Alle toppers komen zo vooraan in een elitegroep terecht die naar de legendarische en steile Koppenberg rijdt. Boonen, zoals we hem dat zagen doen als wereldkampioen in 2006 met Stijn de Volder, die inderdaad over een goede dag lijkt te beschieten. En dan zien we hier Cancellara. En dit is bijzonder mooi. Tom Boonen. Tom Boonen is goed, alle toppers volgen maar. Op de kasseien van de Maria Borrestraat, even verderop, staat plots één man stil, Leif Hoster. Ja, een lekke band voor Leif Hoster die als een razende zijn fiets tegen de kassei gooide. Van Summeren had dat gezien en bleef wachten. En er was niet onmiddellijk een wagen in de buurt, maar de woede van Hoster nooit gezien. Ongelooflijk, een van de topfavorieten van de ronde die zijn fiets in volle finale woedend tegen de kassei knalde. Leif Hoster verliest veel tijd. Bij Silas Lotto doen ze er alles aan om het gat voor Leif Hoster dicht te rijden. Hier zet Greg van Avermaat zich op kop. Maar bij Quickstep hebben ze liever niet dat Hoster terugkomt. En dus houdt Stijn de Volder het tempo strak. Parcourskennis is belangrijk in de Ronde van Vlaanderen. De Spanjaard Angel Gomez heeft die niet. En hij valt zwaar. Voor hen valt het niet meer stil. Op de Leeberg verdappert Belgisch kampioen de Volder. De Volder die nu het volle pond geeft, maar Gilbert geraakt toch aan het wiel. Maar uiteindelijk komt iedereen terug en iets voorbij de Berendries is alles te herdoen. Het is dan nog 40 kilometer tot in Meerbeke. Maar één man kan zijn benen niet stilhouden. Weer wat vuurwerk, ik zie de Volder daar moeveren na. Ja, de Volder is gaan vliegen net op het moment dat Langeveld ingerekend wordt. En uiteindelijk raken zo vijf renners voorop. De Volder, Langeveld, Hinkepie, Kroon en Ballan. Maar op 25 kilometer van de streep zijn de vijf eraan voor de moeite. We krijgen een totale hergroepering. Ook Leif Hoster is eindelijk terugkomen aansluiten. Terwijl de Volder denkt van, oh, maar ik ga dat hier zomaar niet laten gebeuren. Ik ga er toch nog eens vandoor. De Volder heeft blijkbaar vandaag een onuitputtelijk arsenaal aan krachten. Dit is straffe kost, hoor. Topfavoriet Tom Boonen stopt intussen prima af voor zijn ploegmaat. En zo rijdt Stijn de Volder alleen naar die beruchte muur van Gerardsbergen. Iedere kassei is nu een Mont Ventoux. Iedere kassei is nu een El Angliru. De Volder, heer en meester. Maar daar komt nu wel Fletcher en die gaat rapper. Ja, die gaat rapper. Die gaan nog eens die gidon van onder pakken. En daar komt Nijers. Daar komt Nick Nijers. Maar ook Boonen is daar. Hier is de Volder nu bovenop de kapelmuur. Nog een goede 15 kilometer, Stijn de Volder. Dan ben je helemaal thuis. Maar de Volder is nog lang niet thuis. Hij heeft 17 seconden voorsprong, al weet hij dat zelf niet. Zijn oortje is stuk en dus vraagt hij informatie aan de motards. En aan de voet van de 17e en laatste helling van de dag gaat Sebastian Langeveld in de tegenaanval. De Nederlander komt dicht, heel dicht bij de Volder. En Langeveld die hangt op een meter of 70, schat ik. Hooguit de Belgische kampioen, compleet door de grens van de verzuring. En Langeveld die is aan het naderen, die nadert meter per meter. De Nederlander op de Vosberg, wat een spanning. Nog 10 kilometer, de Volder begint aan een tijdrit met 15 seconden voorsprong. Langeveld haalt het niet, maar dan gaat zijn ploegmaat Fletcher. Juan Antonio Fletcher met een geweldige tussensprint. Ja, die wil absoluut Vlaanderen veroveren. 10 seconden nu. Oh, 10 seconden nu. En Fletcher met een groot mes naar 9 seconden. Het wordt heel zwaar voor de Volder, ook al omdat Nuis met nog 3 kilometer te gaan komt aansluiten bij Fletcher. Maar de Volder is gewoon super en hij houdt stand. Als Belgisch kampioen Vlaanderen veroveren, de Ronde van Vlaanderen winnen, dat is onvergetelijk. Dat is voor de eeuwigheid. Stijn de Volder wint de Ronde van Vlaanderen op een superbe manier. Ook op de tweede plaats staat er een Belg met Nick Nijers. Fletcher is derde, Greg van Avermaat is knap achtste en Tom Boonen steekt zijn armen in de lucht. Hij stopt er prima af voor zijn ploegmaat en viert mee. Want Belgisch kampioen de Volder wint met de Ronde van Vlaanderen de mooiste koers uit zijn carrière en hij kan zijn geluk niet op.